Het is een zwarte dag voor de luchthaven Twente. Op twee fronten, in het provinciehuis en het gemeentehuis van Enschede, wordt min of meer de stekker uit het project getrokken. Nu blijkt dat de Europese Commissie hevig twijfelt en meer tijd nodig heeft om de plannen goed te keuren, verliezen zelfs de voorstanders het geloof in een goede afloop. En de nieuwe coalitie in Enschede draait de luchthaven de duimschroeven aan. Vijf onderhandelaars, trots op hun coalitieakkoord. Na weken onderhandelen staan harde afspraken op papier. Onder meer over de luchthaven. Uiterlijk 1 september dit jaar moet er duidelijkheid zijn vanuit Brussel. Zo niet, dan wordt de staatssecretaris verzocht het ontwerp luchthavenbesluit in te trekken. Maar 1 september lijkt onmogelijk, want burgemeester Den Oudste van Enschede zei afgelopen zaterdag dat Brussel ons heeft aangegeven dat men voor een zorgvuldige beoordeling van de casus echt meer tijd nodig heeft. En dat wij op zijn vroegst, als wij gaan notificeren nu, in januari volgend jaar een besluit kan nemen. We hebben maandag gehoord dat er signalen zijn vanuit Brussel en dat er signalen zijn vanuit het ministerie dat. Nou, die twee dingen die wil ik ook echt feitelijk zien, want dat heb ik altijd gezegd, feit op tafel. En op basis daarvan gaan we dit dossier tegemoet. En als het dan een feit is dat dat 1 september niet wordt gehaald vanuit Brussel, dan is het definitief einde oefening? Dan staat de tekst zoals de tekst er staat en dan dat hebben de partijen zich ook aan gecommitteerd. Ja. Dus dat betekent de luchthaven gaat definitief niet door? Nou, dan gaan wij in ieder geval iets zeggen over het luchthavenbesluit. En dat is dat we verzoeken om dat in te trekken. Ja, dat is wel een beetje een politiek antwoord. Tom van het Einde, jij bent bij ons in de studio. Maar hoe komt het nou dat Enschede er niet meer in gelooft? Ik bedoel, het duurde al zo lang. Dat halfjaartje kan er toch ook bij? Ja, wat hij eigenlijk zegt hier is, die luchthaven gaat wat ons betreft niet door. Want 1 september, dat weet iedereen, dat is niet haalbaar. Maar dat heeft alles te maken met de nieuwe politieke werkelijkheid in Enschede. D66 is opeens, nadat ze jarenlang een leuk klein oppositiepartijtje zijn geweest, de grootste partij geworden sinds de gemeenteraadsverkiezingen in Enschede. En hebben het nu dus simpelweg voor het zeggen. Nou, en D66 is altijd heel erg tegen die plannen voor luchthaven Twente geweest. En dat ze daar dus nu een streep doorheen willen zetten is niet meer dan logisch. Het enige wat een beetje vaag blijft is waarom ze niet meteen de stekker eruit trekken. Maar dat heeft misschien te maken met de 4 andere partijen die in de coalitie zitten. En dat zijn partijen die toch wel voorstander van de luchthaven zijn. En ik denk dat het een beetje erop neerkomt dat ze wat respijt geven aan die partijen. Dat ze het leed een beetje voor zich uitschuiven. En dat het nog even een paar maanden duurt. Maar in principe moet de stekker eruit. Ja, maar dat is het niet alleen, want in het provinciehuis zijn ze ook hevig aan het twijfelen. Hoe komt dat? Ja, ook in het provinciehuis heeft eigenlijk een aardverschuiving plaatsgevonden. Niet door een verkiezing, niet door een provinciale verkiezing. Maar simpelweg omdat afgelopen weekend bekend werd dat Brussel moeilijk doet over de staatssteun voor de luchthaven. Er zijn al langer problemen over de bomenkap op de luchthaven die nodig is om vliegtuigen veilig te kunnen laten landen. Ja, en eigenlijk is het al het zoveelste probleem in het al heel lang slepende dossier luchthaven Twente. En op het provinciehuis zie je nu dat gewoon de partijen, zelfs de coalitiepartijen, er helemaal klaar mee zijn en er eigenlijk gewoon geen vertrouwen meer in hebben. Ja, ik moet eerlijk zeggen, het vertrouwen wat het CDA op dit moment heeft dat die commerciële burgerluchtvaart daar van de grond komt, ja, dat is op dit moment ver te zoeken. We hebben gezegd, we willen alle scenario's zien en op basis van dus de consequenties is op een gegeven moment ons oordeel. Het liefste dat het vliegveld gerealiseerd wordt, maar als het trekken is aan een dood paard, dan moet je ermee stoppen. En dan moet je een ander plan maken met elkaar, zodat de economie in Twente echt versterkt wordt. Want dat is wat we willen. En dat kan niet jaren duren. We moeten daar nu echt doorpakken. Doorpakken. Nou, als ik goed luister, is het over en uit. Ja, dat is absoluut waar, want als de coalitiepartijen in de Provinciale Staten dit al zeggen, dan is dat wel echt uniek, want de afgelopen jaren hebben zij altijd gedaan alsof er helemaal geen probleem was, alsof er geen wolkje aan de lucht was. En dat ze nu gewoon openlijk zeggen dat wat hen betreft alle opties mogelijk zijn en dat dus ook de optie mogelijk is dat die hele luchthaven er niet komt, ja, dat is wel echt een teken aan de wand. Toch willen de tegenstanders van de luchthaven, en dat zijn er een aantal, bijvoorbeeld de Vereniging Omwonenden Twente, nog niet te vroeg juichen. Want zij zijn bang dat de politiek toch nog met een konijn uit de hoge hoed komt. De gevoelens zijn gemengd. Enerzijds blij dat nu duidelijk is dat Brussel nee zegt. En dat Enschede nog wil wachten tot september is aan Enschede. Maar het antwoord is gewoon nee van Brussel. Alleen het jammer is dat de politiek daar niet de consequentie uit trekt. Want ze gaan gewoon door.
Ja, Dick Wessels hebben we nog niet gehoord. De beoogde exploitant van de luchthaven. Wat vindt hij van het hele verhaal? Ja, het schijnt dat Dick Wessels in het buitenland zit. Ik heb hem proberen te bereiken telefonisch. Hij neemt zijn telefoon niet op. Is voorlopig nog niet bereikbaar. Maar we zullen natuurlijk een reactie van hem proberen te krijgen. Want het heeft voor hem natuurlijk ook ontzettend veel consequenties. Dat hij die exploitatie, de ontwikkeling van de luchthaven niet op zich kan nemen. Sommige mensen zeggen dat als het al doorgaat. En die kans is dus wel heel erg klein geworden. Maar dat als het al doorgaat, dat het nog jaren zal duren. Ja, je kunt je voorstellen dat dat voor Dick Wessels in ieder geval heel erg slecht nieuws is. Tom van het Einde, dankjewel.